Sinds zijn Engel Engelbewaarder in september 2022 heeft Marco Schuitmaker, 24, een onmisbare rol in de Nederlandse muziekscène verworven. Het succes van deze catchy cover, ondanks aanvankelijke twijfels, leverde hem niet alleen waardering op maar ook financieel succes. De zanger won zelfs recentelijk een Edison voor zijn prestaties. Het nummer, oorspronkelijk een ballade uit 1976, onderging een moderne transformatie die niet door iedereen werd toegejuicht, Inclusief de originele zangeres Mieke Gijs. Echter, gezien de immense populariteit van de nieuwe versie, begint Gijs het te waarderen. Ze erkent dat de moderne sound in de muziekscene in trek is, hoewel ze persoonlijk de voorkeur geeft aan de oorspronkelijke, langzamere versies van liedjes. Het commerciële succes van Engelbewaarder wordt weerspiegeld in de tarieven die Schuitmaker vraagt voor optredens. Volgens bronnen rekent hij 2295 euro voor een half uur optreden. Waarin zijn bekende hit natuurlijk niet zal ontbreken. Dit alles bevestigt dat Marco Schuitmaker niet alleen muzikale waardering ontvangt, maar ook financiële beloningen voor het volgen van zijn gevoel en het uitbrengen van deze succesvolle koffer.